Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 12 december. Momenteel wat opklaringen boven Nederland vanochtend, maar vanuit het westen gaat de bewolking toenemen en vanmiddag gaat het regenen. En ook vanavond en vannacht regent het dan. De temperatuur die ligt vanochtend zo tussen de 5 en de 7 graden. Vanmiddag stijgt het kwik iets en wordt het zo'n 7 tot 10 graden. Maar dan is het dus wel regenachtig. De wind die trekt aan vandaag. Die is nu nog overwegend matig, gaat een zuidelijke richting, woordmatig tot krachtig, maar vanavond langs de kust hard tot stormachtig. Ook kunnen er dan zware windstoten gaan voorkomen van zo'n 90 km per uur, in het warre gebied mogelijk tot 100 km per uur. Vannacht neemt de wind dan af. In de vroege ochtend wordt het droog vanuit het noorden en dan blijft het ook droog. Daar kan af en toe de zon doorbreken. In het zuiden blijft het afhankelijk toch nog wel wat aan het motregenen. De dagen erna ziet het er allemaal vrij rustig en opvallend zacht uit. Temperaturen liggen over het algemeen zo rond de 8 graden overdag en s'nachts blijft het kwik boven het vriespunt. Maandag is de aardige dag met zonnige perioden. Op dinsdag en woensdag vallen er weer een paar buien. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.